Het wordt steeds futuristischer bij de politie in Zeeland. Zo worden de 8 grootste politiebureaus vanaf 1 september uitgerust met een zogenaamde identificatiezuil. Met dit apparaat worden verdachten van een ernstig misdrijf gecontroleerd op hun identiteit. Naast een scan van het identiteitsbewijs en een ter plekke genomen foto worden ook de vingerafdrukken van de verdachte gecontroleerd. Die worden gelijk gecontroleerd in de nationale database van de vingerafdrukken of deze persoon al een keer voorkomt. En zo ja, of dat is onder dezelfde personalia als er nu opgegeven wordt. Maar aan zo'n mooi apparaat hangt natuurlijk wel een prijskaartje. De zuil dacht ik dat iets rond de 15.000 euro kost. Maar ik kan u wel vertellen dat de investering zeker gaat lonen in het hele proces van de strafrechtketens. De identificatiezuil werd al eerder geplaatst in een groot deel van de politiebureaus in de rest van Nederland.